Mocht u nou zeggen van nou, ik ga eens fors in de tuin werken, ja, dan krijgt u van mij een tweetal zaadjes. En u weet, het is net als met bomen, je moet ze klein planten, maar ze worden vanzelf groot. Wij staan hier de fractievoorzitter van de Tweede Kamer op te wachten, Alexander Pechtold. Wij doen pompoenpitten in een zakje, omdat we heel graag willen dat Amersfoort groener wordt. En dat doen we door stadslandbouw en door het flexibel gebruiken van braakliggende terreinen. Mensen moeten vooral anders kijken. En datgene wat ze anders zien, moeten ze ons melden. En dan gaan wij samen hier een heel mooi postzegelpartje van maken. Vindt u dit, even onder ons gesproken, vindt u dit nou een plek om iemand uit de Tweede Kamer te ontvangen? Is dit nou het pareltje van Amersfoort? Nou, het mooie hiervan is dat wij hiermee aangeven, als u door die groene bril kijkt, die D66 heeft opgehangen, dit vinden wij een plek die al zo lang eigenlijk een rotte kies is in onze binnenstad. Dan zeggen wij van, als die nog een tijdje zo blijft liggen, waarom nou niet gewoon een net zo mooi tuintje als op de Leusdeweg? D66. Misschien moet u even melden, daar staat Bertien Houwing. Die heeft net twee boeven gevangen. Ik zat heel rustig eventjes in de observant mijn broodje te eten buiten op een bankje. En zo ineens zie ik daar een paar jongens de brandtrap bij het RIA-gebouw opgaan. D66, Amersfoort. Anders kijken, groen kijken, naar uw eigen stad. En dit zijn wij, deze kijk. Ja, Pim. Ik zie jou bijna niet. Zo'n jasje. Wij kennen elkaar. Wordt u hier raadslid? Nee. Burgemeester? Nee. Wat brengt u de Amersfoorters? 15 jaar lokale politieke ervaring. En anderhalf jaar geleden hebben zij zich helemaal uit de naad gewerkt om de landelijke verkiezingen tot een succes te maken. En dat doe ik nu. Voor. Ben u nog alle dagen dankbaar voor? Elke keer. En dat kom ik vandaag tonen. Ik wil wel wat quoten over de zaak Hoogland, over de jongeren. De gemeente heeft nu zijn rug afgekeerd van de Hooglandse jongeren. En niet alleen de jongeren van Hoogland, maar natuurlijk ook van Kattenbroek, Nieuwland en alle andere wijken om Hoogland. Waar de hangjongeren niet meer in de jongerenkelder mogen komen. Is dit hem? Is hij goed opgenomen? Wie is uw favoriete gemeenteraadslid? Pim. Van D66. Wat doet hij? Dat heel wel goed. Overigens is daar ook al een bouwondernemer die daar mooie plannen voor heeft ingediend. Ja, 10 jaar geleden. Nou, ook nog iets korter geleden. Recent? Recent. Nu wordt u nieuwsgierig. Nu worden we echt nieuwsgierig. Vertel, namen en rugnummers. Nee, ook daar. Dat zijn plekken daar en aan de overkant, naast het café aan de Kersenbaan. Daar zou het opvangcentrum komen, hè? Ja, dat gaat niet door. Maar er zijn wel weer ideeën om daar woningbouw te plegen. 19 maart, mevrouw, de gemeenteraadsverkiezing. 19 maart, mevrouw, u staat op te kiezen. Mag ik u een foldertje geven voor de gemeenteraadsverkiezing? Wat gaat u de mensen vertellen hier? Dat wij ons inzetten voor goed onderwijs, dat wij de belastingen wat omlaag willen en dat we alle aandacht in Den Haag nu moeten richten op werkgelegenheid. Mark, mag ik u een advies aanbieden? Ja, hoor. Heel goed. Meneer, mag ik u een advies aanbieden? Alsjeblieft. Stem D66 Amersfoort voor een groene stad. 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alsjeblieft. Mogen wij een avondje sturen met ons? Mevrouw, nee, dankjewel. Ik ben helemaal tevreden, dankjewel. Die werkgelegenheid, hè? Ik werk met zeer moeilijk lerenden. Die moet ik ze nu en dan ook een werkplekje gunnen. Participatiewet gaat alles oplossen? Niet alles, maar gaat wel zorgen dat degenen die daarop aangewezen zijn ook meer kansen krijgen. En stages bijvoorbeeld, dat zult u ook merken, is hartstikke belangrijk dat die beschikbaar zijn. Daarom heeft D66 ervoor gezorgd dat de ZZP'er dadelijk ook iemand als stagiair kan in dienst nemen. Een beetje het oude leerling-gezelsysteem. Dag mevrouw, de kleur is al mooi. Mag u ook nog een foldertje geven? Nou, helemaal goed. Dank u wel hoor. U moet nog gaan kiezen. Waarom moet u? Kunnen ze u nog overhalen? Nou, dat weet ik niet. U weet het niet? Ik ga even nadenken. Ik denk dat ze hebben gelijk. Ja,
maakt het er nog wat uit dat meneer Pechtold u zo'n briefje gaf? Nee, dat maakt me niks uit, maar ik pak het maar aan. Hè. Ik vind het wel leuk natuurlijk. U neemt makkelijk iets aan van vreemde heren. Nou ja, ik heb een plan al klaar wat ik stem, dus ik ben Heeft u een favoriet? Ja, ik ben opgegroeid met CDA, ja. Dus nu ik oud ben hou ik me daarbij. Zeker een partij voor de veiligheid. Jongen, wat een burgerschapszin, hè? Ja, het is zeker een burgerschapszin. En dat is ook precies waar wij wel een beetje voor staan. U gaat wel stemmen? Jawel, ja, tuurlijk. Waarom is dat zo natuurlijk dan? Nou, iedere stem telt, hè? Dus wat voor partij je ook neemt. De gevestigde partijen worden het denk ik niet. Ik vrees dat die een beetje worden weggevaagd. D66, dat blijft misschien nog een klein beetje overeind. Ik kan wel lopen mopperen, maar als ik niet gestemd heb, mag ik ook niet mopperen. Ik sta hier, ik hoor bij het interieur van de binnenstad, zeg maar. Zo'n orgel doet mij altijd geweldig aan de kermis denken, u ook? Ja. En die politiek is eigenlijk ook een kermis, toch, of niet? Ja, dan gaat het toch ook weer samen. Ja. Ja, ik ga voor stemmen. Wie is favoriete gemeenteraad? SP voor mij, ja. Waarom? Omdat die mensen denken aan mensen die wat minder hebben. En niet zoals hun, Daro, die alleen maar aan die kapitalisten denkt. Dus SP, dat wordt hem. SP wordt het. Dan moet u eventjes met mijn collega Gerard Schouw, die doet asielzaken bij ons in de Tweede Kamer. Ik had zo'n hele leuke leerlinggezel hier op het stadhuis, op de Bodenkamer. Toen heb ik de wethouder, die was van en onderwijs en sociale zaken. Nou, mooier kan zo'n combinatie nauwelijks zijn. Heb ik gezegd, die kun je in dienst nemen. Dan kost het je een paar tientjes in de maand. Letterlijk. Ik heb hem niet eens verteld dat hij er zelfs geld aan over zou houden in eerste instantie. Hij doet het niet, snapt u het? Ja, kijk, lokaal, ik kan niet in zo'n individuele casus treden, maar lokaal zijn dadelijk de wethouders. Mooi diplomatiek antwoord, hè? Nou ja, kijk. Wat had die wethouder eigenlijk moeten doen volgens u? Geen idee, want ik kan de casus niet bestuderen. Oké, hallo. Nou, het is druk in de binnenstad. Ja, en we gaan even onze mooie binnenstad zien. Ja, we lopen er even rustig doorheen. Ja. Tot de kamp toe. Tot de kamp, maar dan moeten we helaas terug. Hij wil de kamp reorganiseren op een fantastische wijze. Ja. 19 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Dames. Ik beloof, maar als je ons volgt, dan kun je zien. Ik zie alleen met de verkiezingen iedereen aan de deuren op straat. Blijf ons volgen. Ja. Ik ben heel bewust aan het kiezen. Ja? Want, en wat vindt u het belangrijkste punt om te zeggen van nou dat zouden ze nou eens voor elkaar moeten maken? Ja, natuurlijk de buurthuizen. Dat vind ik heel erg. Dat ze gesloten worden? Ja, zeker. En niet... wat mist u daardoor? Ik zelf niet, maar je moet ook aan anderen denken. Er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn en die buurthuis eigenlijk helemaal niet kunnen missen. Dus dat hadden ze helemaal niet moeten doen? Echt niet. Nee. Zeker weten, mag stemmen in Nederland. Iedereen mag stemmen en in Nederland. En gaat u ook stemmen? Nee. Waarom ik ga niet? Uit mijn geloofsovertuiging niet stemmen. Maar dan is het toch heel ingewikkeld om samen iets uit te maken? Nee, juist niet. Wanneer je een baas kiest, dan dient de baas voor jou te spreken. Maar echter, als je een baas kiest, dus als je geen baas kiest, dan ben je vrij om te spreken. Wij zijn niet zo'n land van bazen. Wij hebben hier samen afgesproken dat we het verdelen. Dat is niet waar. Als jij, nogmaals, als je een baas kiest, dan zal die baas voor jou beslissen wat jij dient te zeggen. Voor de wetten in Nederland, daar is een leider voor. Maar alles wat daarboven gaat, is niet onze zaak. Dus... het democratische stelsel is zo in elkaar. Er bestaat. Ik zou er een keer een middagje voor nemen om eens met die mensen rustig rond de tafel te gaan zitten. Is dat verstandig of niet? Nou, ik denk dat het. Zo gaat het niet lukken. Er wordt sowieso niet geluisterd naar onze mening. Mag ik u iets vragen? U gaat stemmen ongetwijfeld. Ja. Bent u er al een beetje uit? Ja. En wie is uw favoriete gemeenteraadslid? Koos Voogd. Wat doet die partij voor u? Ik denk dat die partij de belangen behartigt die ik voorsta wat de gemeente betreft. Zij komt er net aan. Wat zijn dat voor belangen? Nou, zorgen, goed voor de gemeente zorgen, voor de mensen zorgen in de gemeente. En dat doen zij? Dat denk ik wel, ja. Loopt hij net voorbij? Ja. Hij. Duitsland. Spreken ze Duits? Ja. Kan man daar ook wählen? Natuurlijk. Dat kan man hier doen. Hier fängt man an zu wählen und das kommt da gleich eine ganze Horde Politici. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Nein, um politisches Willen. Da
komen die. Ja. Staat die goed zo? Ja. Oh meid, dat wordt een leuke foto, zeg. Eén momentje. Helemaal top. U bent van het onderwijs? Ja. Ik ben ook van het onderwijs. Gaat u ook wel eens op werkbezoek? Zeker. Ik heb met onze onderwijsspecialist in de Kamer, Paul van Meenen, een tour gemaakt. Echt van Groningen tot Maastricht. In het najaar en in het voorjaar, in januari, hebben we eigenlijk het hele land bezocht en gezien dat het onderwijs in Nederland best goed is, maar dat als we niet oppassen, loopt het achteruit en gaan we gewoon de boot missen. Alles op de leukste school van Amersfoort geweest? Nee, vast niet. Nodig ik u uit om op de Van Voorthuizen school te komen kijken. School voor zeer moeilijk lerenden, geweldige school, geweldige kinderen, maar wel met wat zorg. En die zorgen zouden wij geweldig graag met u delen. Zou dat een keer kunnen? Dat doet Paul van Meenen dan, want die reist namens ons het hele land af voor onderwijs. Dus stuur hem een mailtje en we maken een afspraak. Paul van Meenen. Paul van Meenen, 33 jaar zelf. Op uw aandringen. 33 jaar zelf in het onderwijs gezeten en nu op zijn 57ste... Dacht hij, ik ga aan het werk. Kamerlid. Bent u er al uit wat het stemmen betreft? Nou, ik heb toevallig de stemwijze gedaan en ik kwam bij D66 uit. En zij kwamen bij u uit? Ja, dat klopt, hè. Ja. Vanuit Brabant. Helemaal vanuit Brabant? Jullie mochten weg zo na de carnaval? Ja, dat hebben we overleefd, dus... Ging het goed? Ja, ging super goed. Hector, zal ik u maar een folder geven? Ach jee, laten we niet ruilen, want dat is slecht voor het milieu. We houden allebei de eigen. Nou, ik zou dat wel doen. Nee. Dan kunt u misschien ons steunen in Den Haag voor die mooie moties van Mona Keizer, of niet? Nou, die daar geloof ik helemaal niks van. Is dit een nieuwe coalitie? Ja, dit zou wel zomaar eens een keer een... Het is toch wel heel mooi? Een prachtig plaatje. Nou, we hebben misschien heel veel punten die we even samen kunnen oppakken. Met meneer Van den Berg heeft u meer een klik dan met meneer Pechtold, hè? We hebben al twee deals afgesloten met Eva, hoor. Kijk, destijds twee deals. Ja. En we hadden heel veel punten gemeen, hoor. Dus ik sluit niks uit. Ik beloof naast het partijprogramma beloof ik mijn eigen ingang zetten voor innovatie, voor het samenwerken met de gemeentes en voor het vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven. Samenwerking met gemeentes? Ja. Betekent dat ook samenwerken met andere partijen? Nee, met gemeentes meer. Nee, maar met andere partijen vind ik ook leuk. Tuurlijk, op een gegeven moment gaan we samenwerken in coalitie. Op een gegeven moment, maar de mensen die willen heel graag dat jullie samen gaan werken. Dat gaan we ook voor. Daar gaan we ook voor. En zeker voor de duurzaamheid gaan je. Ja, maar je zou me ook bepaalde dingen niet meer sturen. De candy-uitnodiging van via Facebook. Nee, dat zal ik dan niet meer doen. Nee, dus dat ik niet meer met spelletjes mee hoef te doen. Oké, dat zal ik niet doen. Ik was ooit burgemeester in Wageningen. Ja, maar dan keek ik altijd heel zorgvuldig naar het hele verhaal. De hele casus. Absoluut. Ik wens u veel casussen. Dank je. Nee, dat meervoud van casus is casus. Casi. Nee, casus. 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 Caso. Nee, casus.